Jij bent alleen? Ja, hier de beveiliging staat er al voor, joh. Ja. Voor je neus. Die regelt dat. Nee, maar ik ga haar ook vragen. Ik heb een vraagje. Laat ik geen mondkapje dragen? Of loop ik daar geen rekening mee? We houden daar wel rekening mee. Ja. Maar stel dat Boa komt. Nou, Boa geeft dan aan. Als ze zelf een medisch... een verklaring heeft, dan is dat geen probleem. Is dat niet het geval, dan is dat op uw eigen risico, mocht er controle zijn en... Van de BOA bedoelt u? Ja, dat is... Maar een BOA is niet... Maar ik heb sowieso een medische verklaring en dat zal ik aan een rechter laten zien. Zeker niet aan een BOA, hè, van die opgewaardeerde stadswachter, mijn mening. Nee. Maar de IKEA... mogen mensen met een medische beperking kunnen gewoon ook zonder mondkapje bij jullie komen winkelen? Ja hoor. En ja, als een BOA... boven aangesproken worden kan, ja? Als je aangeeft van ik in verband met medische aandoening of medische verklaring, dan doen we daar niet moeilijk over. Nou, oké, okay. 5 sterren voor de IKEA. De IKEA gaat gewoon juist met de regels om. En, ik ben heel blij dat IKEA wel goed met de regels omgaat. Want wij mensen met een medische beperking lopen er overal tegenaan. Krijgen de ene naar de andere onterechte boete. Ja, het is een beklag terugschrijven en de boete valt weg. Maar het is wel heel vervelend. Dus dank u wel. Dat zend ik niet hoor. Maar we zenden het ook live. IKEA Hengelo, 5 sterren. Mevrouw, dank u wel. En we gaan weer. Ja. We zijn dat de BOA in de winkel. Er worden dus meerdere toezichthouders die komen binnen om dus te kijken of alles... Oké, dat BOA's... Dat is dus door de IKEA toegelaten. Privéterrein. Dat is jullie privéterrein. Jullie bepalen zelf of zij hier mogen beboeten of niet. Dat is een ander verhaal. Dit is wettelijk verplicht. Nee, dat niet. Want een winkel is privé. En de winkels laten inderdaad BOA's wel toe. Ja, maar dan is het eigen keus van IKEA. Maar mag een BOA in een winkel beboeten of mag een BOA alleen maar alleen als, op straat als de winkel het zelf toelaat. Dus een BOA mag in de winkel komen en in de winkel zijn werk verder doen? Of mag hij het pas buiten verder doen? Eigenlijk dat buiten even navragen. Officieel is zo, als jullie bijvoorbeeld zeggen van nee, wij willen jullie binnen hebben, je mag hier niet beboeten. Dan, wordt geen voorzichtig gevecht. Nee. Ja. Dat is ook geen probleem. We hebben echt wel gevraagd. Nee, maar het is zo naar buiten. Het is wel veel netjes. Ik zou het wel vinden. IKEA heeft 5 sterren. En mijn vriendin kan nog wat vragen. Wij komen bij toeval langs over. Nee, zij heeft ook niet geweldig. Het was gewoon vriendelijk gesprek. Niks aan nou. En IKEA komt met 5 sterren weg. Ja. De wet van openbare ruimte geldt niet voor winkels. Dus het is aan de winkels zelf of zij meegaan in het advies. Of dat zij daar eigenlijk niet in doen. Dat is helemaal aan jezelf. Nee, mevrouw, in ieder geval hartstikke bedankt. Goed van IKEA. En natuurlijk ook goed van IKEA. Ik ben blij dat jullie rekening houden met mensen met deze. Nou, mensen. IKEA Hengelo 5 sterren. Tot nu toe, zeg ik. IKEA super. Super IKEA. Nou, mensen, tot de volgende live.